kan me toch gewoon even laten? Waarom luister je niet? Mag ik iets zeggen? Luister, ik heb een deadline. Ik kan je niet laten. Oh ja, loop maar weer weg! Waarom is jouw deadline opeens mijn probleem? Je had toch gewoon eerder naar me toe kunnen komen? Alsof dat iets had uitgemaakt. Je bent of aan het werk, of op stap, of aan het zeiken dat Anton steeds weg is. Dit is dus een goed moment voor de verwijtpot. Nee, donder op met je verwijtpot. Doe eens niet zo bot. Oh, nu ben je opeens haar BFF. Sinds jij hier bent, gaat alles mis. En dat denk je steeds op te kunnen lossen met een of ander stom ritueel. Ja, nou is het wel genoeg, hè? En sinds Anton hier weg is, zit ik ineens in een soort van wijvenenergie waar ik echt helemaal geen zin in heb. Nee, ik vind het een succes. Nou, dat zeg ik helemaal niet. Het is jouw schuld. En als jij er moeite mee hebt dat ik loop te zeiken over Anton, dan donder je toch lekker op. Lijkt me een heel goed idee. Prima. Helemaal prima. Is dat nou nodig? Had je daar nou niet gewoon even kunnen helpen? Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga dit oplossen. Dag.